Peter Berg, een echte Wall of Future in het Kyocera Stadion met alle jeugdspelers erop. Waar komt dit initiatief vandaan? Nou Jasper, zoals je ziet staan nog niet alle jeugdspelers erop. Maar dat is natuurlijk wel de intentie. Het initiatief komt bij onze jeugdopleiding vandaan. Zoals je vandaag ook ziet, op de bank hebben wij volgens mij 5 jeugdspelers vandaag zitten. Ja, dat is, het is niet voor niks Wall of Future. Dat is onze toekomst. En wij hopen die toekomst, je ziet het, vanaf onder 9 hier een plekje te geven. Met uiteraard natuurlijk ook nog wel een beetje een commercieel tintje. Want je komt hier op deze mooie wand op het moment dat je €250 sponsort voor zo'n jeugdspeler. Zoals je ziet, hun namen staan erbij, sponsornaam eronder. Onder 9 tot en met, je ziet het, onze oudste jeugd willen we hier op het bord vereeuwigen, om maar zo te zeggen. En je kan als sponsor dus een speler sponsoren, maar kan je ook het hele bord sponsoren? Ja, zoals je ziet, het bord is spiksplinternieuw. Kunnen wij dus inderdaad daar bovenop nog een naam kwijt. En die proberen we inderdaad ook te verkopen. En het leuke is, als je kijkt hoeveel mensen hier langslopen, zit hier echt op een heel strategisch punt. De achterkant is in onze trapgat. En ook daar kunnen we dan zo'n sponsornaam kwijt. Dus volgens mij een ideaal moment om als sponsor te laten zien dat je de jeugd omarmt. De jeugd is onze toekomst, maar zeker ook van alle bedrijven natuurlijk. Ik wil als bedrijf dit sponsoren. Waar moet ik dan naartoe? Ja, we hebben een geweldige commerciële afdeling. Dus het liefst stuur een mailtje naar cz@adodenhaag.nl of hij mag rechtstreeks naar mij, p.berg@adodenhaag. Schiet iemand van onze collega's aan die allemaal zo'n mooie stropdas aan hebben als ik op een wedstrijddag. Iedereen weet ons uiteindelijk wel te vinden. Rob Meppelink, een Wall of Future in het Kyocera Stadion. Hoe belangrijk is de jeugdopleiding voor Adenaar? Ja, ik denk dat de jeugdopleiding leidend moet zijn in deze club, in deze stad. En Haagse spelers vanuit je eigen stad in het eerste elftal. Ik denk dat iedereen daarvoor komt kijken in het stadion. Ik hoorde net van Peter Berg dat je als sponsor ook dit bord kan sponsoren en spelers kan sponsoren. Hoe hard is dat geld nodig? Ja, geld is altijd nodig om een goed elftal neer te zetten. En als je dat zo kan doen, dat je jeugdspelers kan sponsoren, ik denk dat dat een hartstikke mooi initiatief en hartstikke leuk is om te doen voor je als sponsor. We zien hier een enorm groot bord. Hoeveel jeugdspelers zijn er eigenlijk in de jeugdopleiding? Nou, we hebben 200 jeugdspelers. Dus wat dat dan gaat, we hebben nog heel veel plekken vrij. Dus ik zou zeggen, mensen, ga sponsoren.